Managen anno nu is anders dan managen anno toen. Want vroeger waren we gefocust erg op beleid, maar managen anno nu gaat helemaal over managen op gedrag. En dat doen we nog veel te weinig. Wat wij doen is organisaties helpen met veranderingen en dan specifiek op leiderschap. Persoonlijk leiderschap of bijvoorbeeld leiding geven aan je team. Ik denk dat mensen pas gaan veranderen als ze het nut van veranderen inzien. En anders krijgen ze niet in beweging. En het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat ze dat nut gaan inzien. Nou, dat kan je doen met hele kleine stapjes. En een heel klein stapje kan al tot een succesje leiden. Als je dat dan maar steeds meer gaat uitvergroten, wordt het vanzelf zo dat mensen inderdaad gaan veranderen. En dat ze iets hebben van, ja, het is ook wel leuk om te veranderen. Wat je ziet is dat bestuur en soms ook het hoge management natuurlijk samen het beleid uitstippelt. Maar dat de vloer en de teamleiders er te weinig bij worden betrokken en daardoor niet gemotiveerd raken om het echt te doen. De bronnen van invloed die gebruikt worden in Vital Smarts geef je een handvat om heel eenvoudig stapsgewijs veranderingen door te voeren. Het zijn 6 bronnen van invloed die op de emotie of op de bekwaamheid zitten van mensen. En als je daarmee aan de slag gaat, kun je veranderingen inzetten. Het allerbelangrijkste wat men vergeet is de 6 bronnen van invloed gebruiken. En die zie je hier, geformuleerd en ook in je lesmateriaal, 6 bronnen van invloed. Ik noem ze even kort. Bron 1, op persoonlijk niveau, welke waarde heb ik voor het gedrag, nieuwe gedrag? En heb ik de kennis en kunde? Volgende 2 bronnen gaat over het team. En tot slot de organisatie. Beloont die het nieuwe gedrag, wat vaak wordt vergeten? Als je innovatie wil, als je een betere service wil voor je klanten, zul je vooruit moeten kijken. En dan is het ontzettend belangrijk dat je je team, je mensen meekrijgt. Daarom is het focussen op gedrag zo belangrijk om ook in de toekomst succesvol te zijn.